Goedemiddag allemaal. Zoals aangekondigd, ik ben Theo Wijnhoven, voorzitter van Milieuvereniging Land van Kuik. En aan mij de eer om u allen welkom te heten. Onze vrijwilligers, want er zijn verschillende mensen die meewerken aan het project. De leverancier van de bomen, vertegenwoordiger van Ebbe. De groenbeheerders van de gemeente, een paar geloof ik wel. En vertegenwoordigers van de colleges. Dat corona de grootste oorzaak is van het vieren van ons 40-jarig jubileum, terwijl we 41 jaar bestaan hebben nu, dat meen ik niet uit te hoeven leggen. En met enig uitstel kunnen we dan ook het startschot nu geven voor ons project. Het kost nogal wat inspanning om een dergelijk project uitgevoerd te krijgen. Daar hebben we van gisteren, heeft Gerard Hermes dat nog ontdekt, dat het niet altijd helemaal goed gaat, maar uiteindelijk goed komt. Het uitstel heeft ons bomenproject overigens wel extra tijd gegeven om tot uitvoering te komen. Dat we nog niet in alle 33 dorpen, sorry, ik moet zeggen volgens Graven 32 dorpen en één stad, dat we hebben nog niet voor alle dorpen een plek voor een boom en dat is jammer. Dat neemt niet weg dat iedere boom die we planten een belangrijke bijdrage kan leveren aan onze leefomgeving en de beleving daarvan. De enorme bosbranden in de zomers van de afgelopen jaren hebben het besef vergroot dat er toch echt iets aan de hand is in de wereld. Laat dat dan een positief gevolg zijn van de milieuramp die mede het gevolg is van een veranderend klimaat. De provincie heeft de noodzaak van het planten van bomen omarmd. De Brabantse Milieufederatie heeft ook een project daarvoor gelanceerd. Daar gaat het om bomen in het buitengebied. En dan een heleboel, en dat is heel nodig. Ons project gaat om bomen binnen de bebouwde kom. Dat zijn er dan relatief weinig, maar we denken daarmee wel de aandacht te richten op de boom en de waarde van een boom. En een van de eerste resultaten in Glasgow is de overeenkomst om uiterlijk in 2030 te stoppen met ontbossing. Daar zou je verder van alles kunnen denken, zoals de cartoon in de Gelderlander van de rechter die de criminelen er niet meer weg laat komen dat ze beloven om uiterlijk 2030 te stoppen met hun onwettelijke activiteiten. De plek van dit moment is niet toevallig gekozen. Rijkenvoort is zo ongeveer het midden van het land van Kuik. En belangrijk om nog te vermelden, de planning is zodanig dat we de hoop hebben dat de publiciteit die deze dag genereert alsnog een aantal plantplekken oplevert. Dus als er nog bekend wordt van daar of daar, in dat dorp is er nog geen plek en daar zou wel plek voor zijn. Gerard Hermes is de bedenker van het plan, de kaarttrekker, de projectleider. En als er dus iets mis is, dan naar Gerard. En als je met de Milieuvereniging contact opneemt over een plek, dan weten wij ook wel Gerard aan te spreken. Want we horen het heel graag als er nog plekken in het dorp beschikbaar komen. Dames en heren, ik ga niet in herhaling vallen, want verhaaltjes zijn altijd leuk om te vertellen. Maar ze moeten natuurlijk niet te lang zijn. Ik denk dat het dadelijk leuker is om buiten te vertoeven, ook gezien het zonnetje wat op dit moment schijnt, dat het iets meer oplevert. Zoals onze voorzitter, dames en heren, al memoreerde aan de redenen van deze samenkomst, wil ik vervolgens, en ik probeer het in kort, en met enige trots uiteraard, jullie te vertellen over hoe ons bomenproject tot stand is gekomen en hoe we dit uiteindelijk verder gestalte hebben weten te geven. Onze voorzitter memoreerde er al aan, aanvankelijk stonden de activiteiten rond ons jubileumjaar 2020 gepland in de vorm van een ontmoetingsfeest voor onze leden en genodigden. Diverse zaken, waaronder de locatie en het onderkomen, waren reeds gereserveerd. Excursies waren geregeld en voor eten en drinken was op gepaste wijze gezorgd. Helaas gooide ook toen al COVID-19 roet in het eten en was een dergelijk feest in de anderhalve meter samenleving niet langer verantwoord. Nagedacht werd over alternatieve vormen voor ons jubileumfeest en al snel, soms gaat het niet helemaal goed, compleet ander voorstel gelanceerd. Hierop werd door het bestuur van onze vereniging enthousiast gereageerd en stemden zij vervolgens in met de uitwerking van dit voorstel.
De Milieuvereniging Land van Kuik en haar bomenproject zag het licht. Wat houdt ons bomenproject nou precies in? In China, dan stap ik even naar Azië toe, maar ook in andere, diverse andere Aziatische landen staat de schildpad symbool voor duurzaamheid en een lang leven. Als we deze traditie zouden vertalen naar westerse gedachten, zou een boom, de Inlandse eik of bijvoorbeeld een beuk, hierbij aardig aansluiting vinden. Ook de Milieuvereniging staat en gaat voor duurzame invullingen van tal van zaken en wat past dan beter om een boom hiervoor als voorbeeld te laten zijn. Ten slotte, niet voor niets draagt de Milieuvereniging Land van Kuik een boom in haar logo. Gewoonlijk ontvangt, om binnen traditionele gedachten te blijven, de jubilerende partij een cadeau. We draaiden de rollen maar eens om en kwamen op het idee om zelf maar eens een cadeau aan te bieden. Om een gepaste invulling hieraan te geven, ontstond het idee om de stad Graven en elk ander dorp binnen ons werkgebied een boom te schenken. Hiermee zou de wens om onze gedachten en doelstellingen van onze vereniging zo dicht mogelijk bij de bewoners te brengen, leuk worden ingevuld. Ons plan moest verder worden uitgewerkt en worden getoetst aan de haalbaarheid hiervan. Het werkgebied van de Milieuvereniging Land van Kuik bestaat uit 5 gemeenten met in totaal 33 kerkdorpen. Elk kerkdorp een boom aanbieden zou een behoorlijke financiële aderlating voor onze clubkas betekenen en mogelijk ons project doen mislukken. Er werd vervolgens gekeken of potentiële begunstigers zouden kunnen bijdragen aan ons project. Deze werden gevonden. Door de leverancier van onze bomen bijvoorbeeld werd mede nagedacht over de soort de plantenboom en werd tevens onze wens om te kiezen voor een autochtone soort ingelost. Zoals de Chinezen de schildpad als symbool uitdragen voor een lang en goed leven, hoopt de Milieuvereniging Land van Kuik samen met haar inwoners ook een bijdrage te mogen leveren aan een betere leefomgeving waar onze boom symbool zal staan voor onder andere schone lucht en duurzaamheid en mag bijdragen in een prettigere woonomgeving. Mogen ons cadeau uw cadeau zijn. Hier zullen we straks zeker trots op zijn. Dank u wel. Maar ik zou nou graag de vertegenwoordigers van de gemeente uit willen nodigen. Er zit, bij iedere schop staat een gemeentewapen. Man, jij zet hem op, hè? Ik hoor het. Ja, jij wordt mij eens, Schepke. Maar ja, kleinigheid jou. Zet hem op, man, dame. Het is... Zo droog kunnen we straks de boom misschien wel water moeten geven. Ja, hè. In elk dorp en dat ligt op een bult een beetje. En rondom hen hebben dan de beekdalen. Ja, we hebben gezien dat onze vertegenwoordigers toch de handen goed uit de mouwen kunnen steken. Heren, een applausje, dames ook. Nee, we krijgen eerst een ludiek momentje. Voor dat momentje zou ik zeggen, degene die wel lust heeft, pak een drankje of een hapje. En kijk op uw gemak en luister op uw gemak naar onze muziek bij de raad. Oh ja. 2, 3, ja. Wijde verten, schone dreven, rivier en beken,
luchten hoog verheven. Pracht van parels, een ruim dertigtal. Natuur, cultuur, vast overal. Maas en raam als sierlijk lint. Een wenk, een hand, is wat ons verbindt. Symbool van leven, de boom, zie daar. Van ons, voor allen, omarmen dit gebaar. Maak groen, groei groot, laat zien ik sta. Ons mooie land van Kuik, waar ik voor ga. Duurzaam verankerd in ons aller aarde. Ons eigen nest blijft voor krachtige waarde. Gezegd het water, de glooiing, het groene lint. Zo ook deze boom, die van ieder wel wint. Zelfstandig zijn leven, die hem volwassenheid gunt. Samen wij allen. Op een lange toekomst gemunt. Voorwaar, voorwaar naar ieders streven. Carpinus betulus, de haarbeuk laat leven. Juveniel, ga klimmen, hoog ten top. Overleef de toekomst, aan jou zet hem op. Wijde verte, schone dreven. Ons mooie land van Kuik is wat ons doet leven. Maar goed, ik had wat puntjes opgeschreven. En jullie hebben jullie vieren een feest, hè, 40 jaar. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Normaal brengen we dan een cadeautje mee. Dat doen we altijd. Soms twee flessen wijn. Sorry? Dat mag alsnog. Dat heb ik voorbereid. Ik neem aan dat Maarten in de auto liggen. Dat komt wel. Dat mag alsnog. Maar het bijzonder was wel dat wij een boom van jullie kregen. En dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. Want dat is een boom van de toekomst. En die hebben we ook geplant met elkaar. Het is niet poten door planten. Moet ik eerst gewoon uitleggen, bollen en knollen doen je poten, en planten doen je planten. Maar goed. Ik moet een woordje doen, het zat niet in mijn hoofdvak, mijn bijvak was boomteelt, dus vandaar dat ik het mocht doen. Ik vond, het is een haarbeuk, en ik vond, sorry, het woord Carpinus betulus, dat is het Latijnse woord, dat moest je vroeger allemaal leren, ik heb het allemaal meer onthouden. Maar dat is ook een boom die... Had ik gelezen bij jullie in het blad, maar ik heb vanavond gezocht, die is resistent tegen heel veel ziektes. Dat is eigenlijk bijzonder, dat is heel goed. En hij gedijt op zowel zand als kleigrond. Want waar Anja vandaan komt, dan praat we meer over klei, Kuik praat meer over klei. Ik zit in de mengelmoes van klei, leer, zand en Huub, dat is echt een zandhaas af en toe. En ik praat even over de Laars Overloon, voormalige gemeente Boxmeer. De Laars Overloon, dat... Of we zo'n grond in willen hebben, maar dat is echt zand. Er ligt wel een plek in het Overloon, heet Siberië. Dat heeft te maken met de samenstelling van de grond en met de koude. Kijk, want die boom die brengt zuurstof, en niet alleen boomduren, ook landbouwgewassen brengen gewoon veel zuurstof in de lucht. Want wij als mensen, we verbruiken alleen maar zuurstof.
En af en toe, ik kijk even naar, refereren aan Glasgow, wat er nu is op dit moment, maak ik me snel een grote puinhoop van. Even heel plat gezegd, hè. Dus in die bomen hebben we heel veel. We kennen formulematen, dat weet je wel. En Huub en Anja en Erik, CO2 plus HVO geeft, C6H12 voor 6 plus O2 zuurstof. Een leven. De aanpak al processen erin. Je hebt de begeleiding van de gemeente al dat de bomen verzorgd worden. Het is niet alleen maar boompje planten. Het is een boompje toebrengen naar 50 jaar en verder. En er wordt verzorgd bij net de mensen, wordt verzorgd bij bomen. Heb je goed geregeld, je hebt de koppeling gemaakt met de gemeente dat we dat gaan doen. Ze hebben dorps- en wijkraden zitten erin. Complimenten voor, daarvoor voor de procesmatige aanpak erin. Kunnen we een voorbeeld aan nemen. En ik hoop jullie nog te wensen samen met de andere lopers van heel veel jaren nog. En dat we elkaar op veel terreinen mogen voorbij komen. En niet alleen voorbij komen, maar met elkaar in gesprek gaan. Dank u voor de uitnodiging en tot later zou ik zeggen. Tussen de Maas en Vredepeel, daar ligt historisch cultureel. In het oosten van ons Brabant was zo vaak een strijdtoneel. Romeinen bouwden daar een fort en zo ontstond toen Kuik. Daarom die naam van Severum nog altijd in gebruik. De stad Grave vaak belegerd, de Hanfpoort staat nog fier. De brug heroverd op de Duitse door Thompson officier. In milde kazematten, een Duitse trein die had een strop. Asperges op de spoorlijn hield de vijand even op. Dit is een streek, met zand en water, met trotse molens, een paarse hei. Waar carnaval in ieders bloed zit. Het land van Kuik, dat is van jou en mij. Je fietst langs hekken, langs de Maas, veel dieren in het wild. Langs Kraaienbergse plassen een rondje Kulle en de Vilt. Veel kerken, oude kloosters en kastelen in de buurt. De 33 kernen nu gezamenlijk bestuurd. Een boeiend overloon met interessante dierentuin. Ga wandelen in het museumpark door heide en door duin. Veel havens in het Maasgebied voor zeil en motorboot. En Sambeek heeft zijn stuwensluis voor schepen klein en groot. Dit is een streek, met zand en water, met trotse molens, een paarse hei. Waar carnaval in ieders bloed zit. Het land van Kuik, dat is van jou en mij. Wonen op een berg, of is de zee je leefterrein? Of trekken met de Berbers door een dorre zandwoestijn? Is Mars je toekomstdroom in het heelal met een raket? Ik hou je echt niet tegen, kies je eigen wenspakket. Is gewoon doen gek genoeg, wens je elkaar een goede dag. Is gezelligheid het streven naar wat iedereen vermag? Ga je graag biljarten, zo af en toe naar het café. En zoek je een toilet, dan vraag je waar is de wc. Dit is een streek, met zand en water, met trotse molens, een paarse hei. Waar carnaval in ieders bloed zit. Het land van Kuik, dat is van jou en mij.